dit filmpje laat ik zien hoe je de bidon leegt van een oliecompressor. Deze compressor vind je bij de Gymna Shockmaster 500, maar bijvoorbeeld ook bij de Duolit Tabletop, het oude model, en de Storch MP200. Bij de Shockmaster 500 kun je de behuizing achterwaarts openen. Schuif de behuizing naar achter en rol hem helemaal van de wagen af. Dit is de oliecompressor. Dit is de bidon. Deze bidon loopt vol naarmate het gebruik van het apparaat. De compressor drukt lucht samen, er ontstaat condens en dat wordt opgevangen in dit flesje. Dit is dus grotendeels water en een klein beetje olie. De bidon haal je eraf en schroef je daarna los van de dop. Gooi de bidon leeg en zet hem weer terug. Sluit de behuizing op dezelfde manier. Zet de wieltjes in het railtje, boven en onder, en rol hem voorzichtig naar voren.